LO op het Cygnus is vooral samenspelen. Dus we vinden het belangrijk dat ze leren samenwerken, samenspelen. Dat je plezier hebt in de lessen. En dat je hopelijk wat leert over de verschillende sporten die er zijn. Het eerste half jaar heb je 1 blokuur in de week gym. Een blokuur staat voor 2 keer 50 minuten. En in het tweede half jaar krijg je 2 blokuren gym. Voor mij als docent is het belangrijk dat ze veel bewegen om ten eerste hun motorische vaardigheden te vergroten en te verbeteren. Ten tweede, binnen de gymles vinden er gewoon andersoortige activiteiten plaats. Dus ze hebben andere interactie die je niet in een klaslokaal hebt. Dus ze leren elkaar op een andere manier kennen. Je leert samenwerken op een andere manier. Maar je leert ook doorzetten, niet opgeven als het even mislukt. Dus je leert van andere kwaliteiten dan dat je uit een boekje leert. Net waren we aan het volleyballen, want dat is het nieuwe thema. Dan doen we dat een periode en dan oefenen we daar dan ook mee. En dan aan het einde krijgen we dan een cijfer voor dat thema. We hebben een aantal sportdagen, met name voor de onderbouw. Die hebben op het einde van het jaar sportdagen. Voor de rest zijn er sportactiviteiten tijdens Aristeia. En door het jaar heen zijn er wel verschillende sportactiviteiten. Je leert elkaar zeker beter kennen. Je doet soms teamspellen en dan leer je ook samenwerken. En je ziet ook aan iemand wat hij wel goed kan en waar hij misschien wat minder goed is. En zo kan je ook je team beter maken en van elkaar ook leren. Ik vind het heel belangrijk dat ze plezier hebben in het sporten. Dus dat ze ook later, als ze straks klaar zijn met school, dat ze dan toch nog met plezier een sport gaan doen die bij je past. Dus voor de een is dat misschien volleybal, voor de ander is het roeien of tennissen. Maar dat je wel iets gaat doen wat je leuk vindt.